Elke Breidenbach. Schepen Ding Dong Deurne en schepen Sport en Jeugd. Eerst en vooral eens uitleggen, Ding Dong, wat behoudt dat of wat behelst dat? Ja, Ding Dong Deurne is eigenlijk het vroegere stadsmakers en nu gedecentraliseerd is aan districten toe. En de naam Ding Dong komt letterlijk bij je buren gaan aanbellen. Er zijn voor elkaar en elkaar kunnen helpen waar dat nodig is. Mevrouw de Schepen, dit jaar corona en jullie hebben een initiatief genomen. Ja, ik moet dat niet uitleggen, maar gezien corona verloopt alles net iets anders dan dat we gewoon zijn. Normaal is de periode nog dat de mensen buiten komen, winterfeesten houden. Jammer genoeg gaat dat dit jaar niet kunnen. Dus wij zijn heel hard aan het nadenken geweest om een alternatief te kunnen aanbieden. En daar zijn onze winterpakketten uitgekomen. Die winterpakketten die moesten wel op voorhand gereserveerd worden. Ja, klopt. Dat was voor ons ook een hele spannende. Het eerste jaar dat we dus het initiatief doen. We zijn gestart met een 2000 pakketten. Uiteindelijk zijn er 6000 geworden. Dus die konden de mensen inderdaad online reserveren en dat is als een trein gegaan. En voor wie waren dan die pakketten allemaal bestemd? Eerst en vooral bewonersverenigingen, individuele deurnenaars, maar uiteraard hebben wij onze sociale partners hier ook volop bij betrokken. Huizen van het Kind, Ferasiel, die we doen mee, onze buurthuizen. Dat ook die mensen die het misschien net iets moeilijker hebben, toch ook absoluut een winterpakket, dat we die dat kunnen aanbieden. Met het winterpakket was het dan vooral de bedoeling om de straat een beetje op te vrolijken? Ja, op te vrolijken, op te lichten, een beetje verbondenheid en vooral heel veel licht te brengen in deze toch wel bizarre en donkere tijden. Rudy de Nijs, je woont in Deurne. Wat vind jij van dit initiatief? Dat is een prachtig initiatief voor alle Deurnenaars. Ik heb ook gehoord dat het een overweldigend succes is geweest. Dus dat ze dubbel zoveel pakketten hebben moeten maken dan voorzien was. Dus een beetje licht in deze duisternis, nu dat we eigenlijk allemaal een beetje in ons kot zitten, is wel heel goed meegenomen. Chris Blankaert, de vraag. Wat vind jij van dit initiatief in Deurne? Ik vind het een leuk initiatief. We kunnen nu geen straatfeesten doen. Dat lag bij ons een beetje stil. Er is ook heel veel veranderd in ons stuk van de straat. Veel nieuwkomers, ook veel die vanuit het buitenland komen, die allemaal even goed Nederlands praten. Maar dit is wel een manier, als we samen iets doen, om het samen ook gezellig en warm te maken. En om te laten zien dat we er allemaal willen zijn voor iedereen.